Na de overval zondagmiddag op een casino in de Weerstraat in Tiel, waar 3 verdachten zijn opgepakt, 2 uit Tiel en 1 uit Oosterbeek, was het maandagavond 18 januari opnieuw raak. Rond 8:15 werd er een Burgernet-bericht verstuurd waarin werd gevraagd uit te zien naar 2 getinte daders die gepoogd hebben de kiosk bij het station te overvallen. De daders zijn gevlucht richting het centrum. Hebt u iets gezien of gehoord dat in verband gebracht kan worden met dit voorval, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie.